Hallo Ali, hier live bij Punch Out Battles. Kwartfinale, Fiction tegen Jeeves. Gruwelijke battle. Fiction, hoe vond je het gaan? Ik ga eerlijk zijn, ik heb een paar keer opgefokt en gelukkig dronk hij op hetzelfde moment dat het leek alsof ik hem nadeed. Ik heb nog nooit zo hard voorbereid voor een battle. Dit was echt hands down het moeilijkste. Maar ik denk, ik wil het nog niet direct zeggen, ik denk dat we een classic hebben neergezet. Zeker weten. Daar is geen twijfel over mogelijk. Jeeves, jij had ook ergens een stumble die gruwelijk wist te coveren. Ik had mijn eerste choke, man. En ik dacht, fuck, hoe ga ik dit oplossen? Oké, boom. En dan ervoor zorgen dat die choke gewoon bij de battle hoort. Precies, ja, man. Hoe vond je het gaan? Heel dope. Ik zou ook echt niet weten welke kant die op gaat. Maar dat wil je als je in een battle begint. Ik zou het niet weten. Als ik verlies door dit, moet ik het ook. Als ik wel doorga, is het dope. Maar dit was gruwelijk. Ik vond dit van jullie beiden een van de betere battles. Ik weet echt niet wie hem heeft ook, man. Dat is... De jury gaat het fucking lastig krijgen. We hebben in ieder geval zeker weten een classic, een legendarische battle. Fiction, mocht je doorgaan, moet je tegen Chopper of Nick Veen? Ja. Wie zou je willen? Ja, Chopper en Nick Veen is weer een rematch. Ja. Ja. Eigenlijk Nick Veen zou ik ook willen, omdat ik toen verloren was. Ja, want toen was heel die hype van mij, van dat verrassingseffect. En dan ineens niemand reageerde. Dus dat nu wil ik wel misschien ook rematch tegen Nick Veen, dat zou leuk zijn. Dat was je tweede Nederlandse battle, hè? Mijn tweede, ja. Het is in ieder geval een gruwelijke battle. Om 7 uur staat hij online. Ga hem checken, man. Ze moeten hem checken, of niet? Ja, maar sowieso. Dat hoeft niet. Als je niet van battles houdt, dan niet. Maar ik weet niet hoe je dan op dit filmpje komt. Dus, G's Fiction, hallo Ali. Punch Out Live.